Nou, wij denken dat we aan een hele grote ramp ontsnapt zijn. Want als dat propaangas ontploft was, het zijn twee hele grote tanks, dan waren wij er niet meer geweest. En het park ook niet meer. Buurtbewoners hielden gisteravond hun adem in toen er door nog onbekende oorzaak brand uitbrak in een bouwkeet op het vakantiepark. Het vuur dreigde over te slaan naar twee gastanks. Bewoners van omliggende caravans werden geëvacueerd. Ook buurtbewoners troffen hun voorbereidingen. En wij hebben dus eigenlijk ook gelijk wat spullen bij elkaar gepakt. We hebben huisdieren en je denkt, ja, als het deze kant op komt, moeten we dan toch zo snel mogelijk weg zien te komen. Maar volgens eigenaar Europarks leek de brand erger dan die was. Er is nooit sprake geweest van ontploffingsgevaar. Laat staan dat het halve dorp de lucht in zou vliegen. Ja, nou, dat is zeker overdreven. Ja. Ik heb gesproken met onze gasleverancier. En zij zeggen dat het ook niet mogelijk is dat zo'n gastank zal ontploffen. Ook na de brand hebben zij nog uitvoerig onderzoek gedaan naar de gastank. En dit is helemaal in orde. Maar daar geloven buurtbewoners niet zo in. Nee, dat zou je eigenlijk niet moeten willen. De overheid wil dat ook niet. Je ziet ook overal dat de LPG-tanks weggehaald worden bij de tankstations. Omdat het gewoon veel te gevaarlijk is. En hier gebeurt het gewoon wel. Hier worden ze gewoon neergelegd. U denkt er niet aan om te verhuizen? Ja, regelmatig. Maar onze stek is ons dan toch nog wel zo heilig dat we ervoor vechten om gerechtigheid te krijgen. En dat hopen we nu ook te krijgen.